Terugbladeren. Net als elke week bladert ook nu op Jaspers terug door oude kranten. Op zoek naar nieuws dat altijd actueel blijft. Deze week, en dat is zeer actueel, want ook daar ging het over woensdagavond in de Raad. Wil jij het hebben over het bedelverbod? Ja, het bedelverbod, dat was naar aanleiding van verhalen in de krant dat de stad... dat er geweldig veel bedelaars zijn, vooral met dezelfde kartonnen bordjes. Vaak mensen uit Oost-Europa. De krant heeft daar een verhaal over geschreven waar toch zorgen waren. En de VVD kwam eigenlijk met een voorstel van God, moeten wij geen bedelverbod invoeren. Dat haalde het niet. Er werd vooral op gewezen van God, mensen die bedelen, die moeten we helpen. Via de straathulpcoach, wat Sander van der Goes laat gedaan. Dat klopt, maar dan moet je dat ook heel erg goed doen. Want je ziet wel dat er een probleem is. Er zijn wel peilingen geweest, veel mensen storen zich daaraan. Overigens zijn er ook veel mensen die storen zich aan de actieve verkopers die in de stad je iets willen aansmeren. Dat is wat minder geworden. Ja. Maar als je kijkt naar het bedelverbod, dan is dat niet uniek. Arnhem, daar hebben we het weer. Die hebben in 2004 zelfs een bedelverbod ingevoerd. En als je Nijmegen kijkt, dan zie je dat al vanaf 2011 er een discussie is van moeten we het bedelen niet terugbrengen? Moeten we niet bij overlast snel kunnen ingrijpen? En het is niet zo dat alleen de politiek dat wil. Burgemeester Tom de Graaf heeft het wel eens aangekaart. En ook eigenlijk recent, nog een paar jaar terug, ook burgemeester Bruls. Dus het is een fenomeen dat vaak op de agenda staat. En Tom de Graaf wilde dat in 2011 al vastleggen in de APV. Is niet gebeurd. In 2012 zei de raad toch van nee, dit gaan we niet opnemen. Want bedelverbod, dat is symptoombestrijding. Ja. Je moet de mensen helpen. Daar ben ik het volkomen mee eens. Maar dan moet je ook massaal inzetten op dat helpen van die mensen. Ja. Want als je het hebt over, laten we zeggen, de Romeinen die hier staan te bedelen. Daar zijn de verhalen van bekend. Die worden uitgebuit. Hè, die bedelen en vervolgens moeten ze hun centen afdragen aan die derde. Dat onderscheid werd woensdagavond ook nog gemaakt. Hè? Het onderscheid tussen, ik geloof dat dat ook niet te gaan van de VVD was. Die zei onze eigen dak- en thuislozen en de buitenlandse dak- en thuislozen. Of je dat ook daar zijn de daklozen die wel eens gedwongen worden om te bedelen. Maar daar zit natuurlijk wel een verschil. En kijk, met name als je ziet dat mensen met busjes naar de stad gevoerd worden om te gaan bedelen, dan kan ik me voorstellen dat je denkt van ja, hier moeten we ingrijpen. Iets te georganiseerd. Tegelijkertijd koester ik Sander van der Goes, die zegt van God, juist mensen die uit nood dat moeten doen of uit dwang moeten gaan bedelen, die moet je helpen. Maar dan moet je er ook, dan is die ene straathulpcoach is dus niet voldoende, denk ik. Dan moet je ook echt een actieplan maken. Wij gaan de komende 5 maanden in gesprek met een team, met die bedelaars in de stad, om te weten hoe het zit. Dan zou ik dat als je het bedelverbod afwijst. En zelfs Bruls toch en ook een Tom de Graaf toch regelmatig terugkomt van God, moet hier toch bestellen. Dit is toch overlast. Winkeliers klagen er ook over. Hè? Die zien wat dat betekent in de stad. Ja, heeft het naar jouw idee dan voldoende de aandacht? Ook die bestrijding ervan? Want dat het fenomeen er is, dat weten we allemaal. Maar ik vind dat het ageren tegen het bedelverbod door de meerderheid van de raad meer aandacht krijgt dan eigenlijk het opkomen van wij moeten die mensen helpen. Even Sander van der Goes, maar één straathulpcoach is te weinig. Ik wil een actieplan hebben. Je hebt de daklozen en je hebt de mensen die gericht uit het buitenland komen om hier te bedelen. Dan moet je daar een plan voor hebben. En daar heb ik nog niemand over gehoord. Dus ik zit eigenlijk te wachten. Sander van der Goes, wat is jouw volgende stap naast dat mooie project van die straathulpcoach? Ja. Ik heb Sander van der Goes gesproken in deze podcast. Ik zal de link naar die aflevering in de show notes meenemen. Dit is In, de podcast.